Hey mensen, met Jo hier. De reden waarom ik hier alleen ben is dat Dave helaas niet kon. En van Dimitri en Feilen heb ik ook heel lang niks meer gehoord. Dus ik heb besloten om vandaag lekker alleen te doen. Lekker rustig met jullie allemaal. Dus wat de hel? Jo. Hi! Jongens, hoe is die? Hoe is die? Goed. Ja, ook nog? Ja, alles oké. Wat probeerde je te doen? Niks. Ik probeer dat kanaal niet over te nemen. Nee, niks. Niet liegen. Ik lieg niet. Oké. Hallo iedereen. Welkom weer bij de Venue Island. En deze keer zijn we de hele team compleet. Na een lange tijd. Finally. Eindelijk, ja. Wat we vandaag gaan doen is... We gaan naar de Nether. Dave heeft alle materiaal al daarvoor. We gaan glowstone verzamelen. Als het goed is, moet iedereen al een ijzeren zwaard hebben. Nee, ja. Denk het niet. Maar hij is al bijna stuk. Hij is al bijna stuk. Nieuwe, die van mij nou ook bijna. Dus, en we kunnen al enchanted. We hebben al hier al voor enchanting. Alleen hebben we nog geen niet genoeg koeien voor leer. Dat is het enige wat we nog niet hebben. Nou, ik heb wel gewoon geenchant in ieder geval. Dus we gaan daarom mee verder. Team 3. Vishengel. Extra deurkool. Waar zijn de ingots? Daar zijn ze. 1, 2, 3. Team 3. Ik kom. Nether portal. Ik heb alleen nog één nether nodig, maar... Wat ga je nou doen, man? Ik loop gewoon rond. Dat is geinig, hè? Finance zegt, Dimitri. Van, kom eens, er wel. Het andersom is de Finance weggerend en Dimitri gaat achter me aan. Oh. Hier. Wat? Ik... Wolfrien? Dankjewel. Nee, Finance? Nee. Finance? Hier, een verjaardagscadeautje voor als je jarig bent. Je bent wat te vroeg, niemand, dank je. Dus, zou ik het enchanten? Zeker van levels. Wat is het hoogste level wat je hier kan krijgen? Zover te zien. 5 of zo. 7. Zeg maar 1. Dat voor de 8. Symmetrie maakt me. Een 8. Ja. Zijn de plaatsen al verdeeld? Nee, we moeten nog de straat ontwerpen. Proberen. Kijk. We hadden eerst... hadden we even dit plein gemaakt, deze plein. De volgende keer gaan we waarschijnlijk een pad... Of deze keer nog hier naartoe maken. En een pad naar de Enchanted Room. En een pad naar de Nether. Portal. En dan... Wat ik nu in mijn hoofd heb, om hier een pad... die kant te gaan doen. En dan misschien een stukje zo. En dan hier een straat te doen met huisjes aan de zijkant. Ah, oké. Okay. Als we de andere rijden, die dan aan de andere kant kunnen zien. Ja, maar anders moeten we dat even gaan render. En als je kijkers het afvragen, de enige wat ik met game mode heb gedaan, is dit hier allemaal opgevuld. Dat is het enige wat ik met game mode gedaan, dat je dat water niet constant hoort. Ik ga naar boven, anders verdrink ik. Ja, dat is een goed idee. Oh my god. Goed, is de netherpot al aan? Of nog? Ja, hij is al aan. Oké, dat is snel. Zullen we maar eens gaan? Zonder armen. Slang, bitches! Okay. Ik heb een leren broek. Ik ben erin. Waarom kan ik het vuur niet uit? Oké, nu kan ik het vuur uitslaan. Oké, let's go. Leather pants. Leather pants. Oké, we zitten erin. Over. Oh, wacht. Ik zou voor dat we gewoon helemaal beneden graven tot al Dimmy, in de vallen. Jou? Ja? Ik zie niet. Ik ben binnen. Ik sta... Wow. Zie jij mij? Oh ja, ik zie jullie. Is het onder ons? Wat? Is het onder ons? Wat? Violin, gaat alles goed? Hoe komt hij onder ons? What the fuck? Hoe de hel kom je hier? What the fuck? Hoezo, iedereen is gewoon hier hoor. What the fuck? Wat ben je? Je staat hier voor ons. Je zit hier onder onze voeten. Nee, maar ik ben gewoon boven bij de Nether Portal. What the fuck? Oké. Yo, je terug hier dus glitchy. Ik ben mijn pickaxe vergeten. Oké. Oh, nu ben je. Dat heb ik nog wel voor je, man. Ik ben mijn pickaxe. Kijk, jij bent nu perfect. Yo, jij moet... jij bent nu ook boven. Wat? It's the curse of the Nether. Hier, yo, pickaxe. Dankjewel. Heb ik al nodig. We gaan op zoek naar glowstone, dat is het doel hiervan. Ja. Misschien zien we wel een mini. Nether quartz! Oh ja, die moeten we ook gaan verzamelen.
Een beetje donker hier. Too slow. En dat loopt dood. Graven. Gewoon één kant op melen. Voor de nether tempel. Ik hou temple van nether quartz tempel. Tempel of net. Nether quartz. Moet er nog een klein tempeltje van maken. Hoe lang zou het duur voordat ik iets tegenkom? Dat is de vraag nu. Nou, je weet dat aan de andere kant ook nog een gang is, maar oké. Ja, zo, het gaat de andere gang, maar doe ik. Fuck this shit. Oh, come on, you. Je hebt in ieder geval veel nether gebruikt. Ja, daar hebben we genoeg van. Kunnen we de vloer mee doen. Het wordt geen huisje, het wordt een tempel. Nether tempel, Griekse tempel van... hoe heet het? Oh, weet je wat bij mij laatst in de beeld was gebeurd? Of nee, ik weet een leuke vraag. Glasvezel? Nou, die heb ik al voor de deur. Pas de 10e krijg ik pas in het huis. Dus, moet nog even wachten. Dat is al bijna. Dus dat is bijna, 10? Bijna 100 MB download en 100 MB upload. En ik ben godzijdank. Oh, yo. Nee, scrap. Het loopt dood. Screw you. Ik ga gewoon één kant op menen. Maar daarboven worden we net een ghast, hè? Bij de... Oh, ik hoor een zombie pitman. Ja, meen er naartoe. Ik kom omhoog, maar heel zacht. Maar weet je wat er gebeurd is op mijn werk? Zes. Ik zat toevallig in Maastricht te werken en zitten we juist in een appartement te werken. En we moesten op de bovenste verdieping, dat is het hoogste verdieping, 4 etage, zonder lift, precies 59 trappen. Want ik heb ze gans geteld, ook op en neer ging. Heb ik gewoon zitten werken, kwam er in één keer een meisje, een Duits meisje naar ons toe. En ze vroeg aan ons, wat hebben we hier? Een heel diep gat. En ze vroegen ons of we Engels of Duits praten. Gelukkig kan ik kan wel goed Engels. Mijn pickaxe is op, iemand anders moet het overnemen. En mijn baas kan goed Duits praten. En ze had zichzelf buiten gesloten. Weet wel, de deur was dichtgetrokken terwijl ze geen sleutel in de zak had. En er was niemand anders met een sleutel. Ja. Yeah. En ze had brood in de oven. En dat stond aan. Dus raar. Wat daarna. Ik kan hier een pickaxe maken. Dank je. Oh, wacht, ik heb er gelijk. Okay. Heb je eentje voor me? Ja. Thank you. Oeh, dat dus jullie moesten snel haar deur openbreken. Nee, wat ze van plan was te doen is. Pek is kapot. Uit onze raam. Ik ga die in een gatje checken. Uit onze raam klimmen, maar dat was de 4e verdieping en ze hadden een dak gaan opklimmen, maar dat zat dan zoiets een paar meter tussen. Dus dat kon niet. Dan heeft ze gewoon via een andere weg, via zeg maar een omweg, kon ze het dak op. Via de buren zeg maar. En dan kon ze gelukkig nog het redden voordat het hele huis van haar afbrandde. Of appartement. Oké. Nee. Dus dat was wel apart. Trouwens, hebben we wel een weg terug naar de poort? Ik heb geen mods. I got this, don't worry. Heb je Optifine? Of, ik heb geen mods. Race minimap? Ik zeg net, ik heb geen mods. Maar we kunnen toch gewoon... I got this. Oké. Wat ga je dan doen? Ga je de locatie opschrijven? I got this! Gewoon F3 locatie opschrijven, dan raken we niet verdwaald. We moeten Filing vertrouwen. Okay. Ja, hoe moeilijk het ook is. 3 uur later, ik ben het vergeten. we zijn buiten. We hebben buiten gevonden. Ik denk dat het dan zo gaat. Ik denk dat we hier langs moeten. Ik zit gewoon nog lekker door te graven. Niet onder ons menen. Wat je ook doet. Oh, mijn hemel. Juist. Yo, we hebben bijna geen pickaxe meer. Ja, maar ik heb nog 17 steen. Dus kopperstone. Ja, heb je hout. En ik heb nog 24 boomstammen. Oeps. Oké, wil jij even pickaxe maken? Hoeveel wil je er hebben? Oh, die mutsie kan ook nog maken. Ik moet een weg naar beneden vinden. Paddo. Ik kan er 2 maken. Kun je het mijn eigen weg zo? Oh ja, toch al. Weet je zeker de weg terug naar de poort? Tantori, ik ben al bij de poort. Moet je een pickaxe? Dave? Ik ga pijn doen! Auw. Dave? Oké, ik ben vrij. Ja, zo direct. Maar ik moet snel zijn voor... Ja, toch maakt geen trap. Oh. Dat bedoel ik juist. Daarom sprong ik naar beneden. Lig een pick... Oh shit. Guess.
Zoekdekking! Succes, yo! Succes! Screw you guys! Ik zit een muur voor jullie te maken, dat er niet op geschoten wordt, die ons niet ziet. Wij wachten alleen maar op de trap, hoor. Ik maak een muur en een trap, als je dat niet erg vindt. Bent iemand Hearthstone? 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 Nee. Yes, yes. De Mitri! Oh my fucking god. Wat is je, noemt dat? Might oh my god. Of... Dave, heb je een hartaanval? Come on. Ik heb het al naar beneden van jullie gemaakt, Jesus. Ik denk dat ik iets meer had doen. Zat Dimitris, zat je onder hem te mijnen? Nee, jongens. Bijna. Jongens. Uh-oh. Oop. Uh-oh. Jongens. Ja? Ik denk dat ik iets meer had doen zijn gedaan. En dat is? Zou je wel zien. Zeg niet dat je de netherpot uit hebt geschakeld. Nee, zeg. Dus hij is de verkeerde andere kant op gelopen? Nee, nee. Oh. Nee, zou je wel zien als je... Ziet. Come on. Oh, hij is dood. Auw. Stom vuur. Ik probeer eigenlijk gewoon een muur te maken hier. Gewoon tot we veilig... Maar waar ben je dan? Ken iemand Might of Magic? Might of... Klinkt bekend. Zo een kaart game zo. Van, Ik ken Magica. Is dat zo hetzelfde? Of Magic the Gathering? Ja, Magic the Gathering is Magic the Gathering, daar is, daar is. Ja, Magic the Gathering, ja, ken ik. Maar wel, wat als ik u zeg dat Blizzard een nieuw spel aan het maken is en dan noemt Hearthstone en dan is het juist hetzelfde. Maar dan is het zo van Warcraft. Oh ja, ik heb gehoord dat ze met een nieuw MMO of zo bezig zijn. Hè. Ja, dat heb je van Stefan gehoord, waar ze al 10 jaar bezig zijn. Ik ben een capper voor his sign, yourself. Nou, dat is nog zo'n spel die ook zo is, hè. Die is ook nog in development. Die heeft denk ik, die was op Kickstarter. Die heette Hex. Was zeg maar ook net zoals Magica, zo'n kaartspel, maar gelijkertijd een MMO. En dan was die heel goed uitgewerkt. Maar, Filein, waar ben je? Dat we de weg niet verliezen. Dus de weg verliezen? Maar wat is het domme wat je gedaan hebt? Zeg het nu maar. Zou je wel zien. Weer broodkruimels aan het gooien. Het zijn doorzichtige broodkruimels. Snot. Dat is niet doorzichtig. Nee, dat is groen. Oh ja, graag. Jij kan het weten? Je vergeet het maar. Nee. Wil je ze allemaal weghalen in een soort donker hier? Oké. Oké. Maar het geinig is met het ene kaartspel, hè. Weet je hoeveel ze verdiend hebben bij Kickstarter? Ze hadden eigenlijk zoiets 30.000 nodig voor het hele spel, hè? Ze hebben over 2 miljoen gemaakt. Bij Kickstarter. Nice. Ja, sommige spellen hebben dat in de... Ja, dat waren gewoon kaartpakketten en zo wat je kon krijgen. Gewoon, er waren belachelijk hoge prijzen aan. Maar er zijn 5 mensen die zoiets €10.000 hebben gedoneerd. Oh ja, vet. Dus er is heel veel vraag voor, moet je je voorstellen. Gewoon... een MMO wat eigenlijk een kaartspel is, zoals Magica, waar je gewoon een guild kan starten. En decks delen met je hele guild. En zeg maar, die deck werkt goed tegen die deck. Zeg maar, als je die vuurdeck pakt, werkt goed tegen goblin deck. En zo'n ding allemaal. Dan kan je zo eigen combinaties met je guild maken. Cool. En dat lijkt me wel interessant. En als World of Warcraft dat ook doet, dan vraag ik me af. Wie zou beter zijn? Natuurlijk heeft World of Warcraft dan een goede voorsprong, dat hij goede fans en zo heeft. Mm-hmm. Dan vraag ik me dan, als hetzelfde zoals Hex is... Hoe het dan gaat, want ik heb video's gezien van de eigenaar van het bedrijf en alles en hij heeft echt een passie daarvoor. Shit! Oké. Okay. Ik ben de verkeerde kant uitgegaan. Ja! Oh, baby zombie pigman! Baby zombie pigman! Ik zie die glowstone te verzamelen. En jullie? Hebben jullie glas nog nodig? Glasnost? Glas? Ja. Glas hebben we altijd nodig. Je kon beter dirt gebruiken ofzo. Fuck. Ik denk al! Je zegt als dit dat ene de zeggen, ik denk al, wat hoor ik nu? Is er nieuws in het spel? Waarom ben je dat glas aan het wegslaan? Glas... Ah, is het hier? Ja. Ah, oké. Dan ben ik yes. Oké. Waarom zit hier allemaal glas? Waar? Om de weg te weten. Dus... Laat eens zien. Je moet het glas wegslaan.
Het glas vol. Wacht. Is dit verder terug? Waar is het glas? Waar begint het glas? Laat het glas zitten. Laten we zien. Judith. Hey, what the fuck? Hey. Hou op, mijn pingers gaat op. Hou ze het zien. Judith. Hi, ik ben er doorheen. Is hij boven of wat? Nee. We zijn nog bijna terug. Dit is dus... Oh my god. Dat is het domme wat je gedaan hebt. Je komt beter een paar blokjes ruimte ertussen laten. ik zie niks, ga uit me! Ik zie niks, waar moet ik heen? Je moet kijken bij het begin. Oké. Zo'n verspilling van glas. Dan moeten we dit maar gaan doen, zo daarnaast gaan mijnen. Moeten we terug gaan mijnen? Ja. Heb je nog glas? Geweldig. Nee. Ik heb meer dan 2 stacks gelegd. Oh my god! En dat heb je bij ons huis gepakt. Yo, we zijn achtergekomen wie het glas gestolen heeft. Ja! We waren laatst opname glas te zoeken, van waar is alle glas? Maar ik heb ze van de kist gehaald. Oké, de moord van de dag! En normaal, ik heb tot het eind gegaan. Violin? Ja. Nieuwe opdracht, mijnen weg terug. Arme jong. Nee, kom later, we mijnen wel terug als we terug moeten. En weet je wat? Ja, we maar dan vanaf zijn onze nu... pickaxe kapot. We kunnen nog genoeg maken. We hebben ons handen. Mag ik een pickaxe? Yo. Moet ik even een paar maken, Dimitri van Workbench. Yo. Wat is dat? Yo, mag ik een pickaxe? Oh, nice. Je bent nu houtverspilling aan het doen. Yo. Wat is uit? Met zo'n baby. Ik ga wel kruimelen met mijn netherrack. Werkt hartstikke goed hier. Kun je goed zien. Oké. Ik doe het wel. Oh, crap, dat meen je niet. Wat? Oh, crap. Wat heb je gemaakt? Oh, crap. Ik heb niet genoeg stokken geplaatst. Dus, wie wil dan een stone slab? Ik heb nog 23, wie wil dat? Dan zijn ze daar even. Geef maar. Oh, god. Waarom ga je file in achterna? One of us. Dat is een pickaxe, ik heb zelf nog 1,5. Dus we moeten zuinig zijn met onze pickaxe, anders moeten we alle glas weg gaan slaan. Hoeveel kobbel heb je nog dan? Hey zoon, ik heb een plan. Hoeveel kobbel heb ik nog? 2. Ja? Oh, ik heb nog 1. Oké, geef me niet. Wacht, die slabs. Ik heb een plan. Op mij maar. De glas hoef je niet weg te slaan. Hij heeft gewoon steen in zijn inventory, maar oké. Heb je steen? Ik heb 25 steen. Geef me die steen. Wat is het als je te maken voor steen? Jij loopt gewoon weg met steen. Okay. Ik heb nu 28 steen. Yo, ik graaf me in. Oh! Yo, kijk waar ik mee mag. Een normale hardbook. Ja, graaf je in. Graaf je daarin. Go ahead. Dat is juist. Go. Oké. Wat dan? Waar ging je ingraven? Oh, daar. Ik wil me ingraven. Oh mijn god, deze aflevering. Oké, ik heb mijn stokken nodig. Niet more sticks. Ik heb je houtblok gegeven. Stek! Oké, en ik krijg nu een achievement van een boomstam krijgen. Komt ook nog of je het opnieuw hebt geïnstalleerd. Graag gedaan. Oh, what the hell? Ik zit pickaxe te maken. Oké. Hier, dan een pickaxe voor jou. Inderdaad. Dan een pickaxe voor jou. Deel de pickaxe onder elkaar. Ik smeet ze allemaal hier neer. Zo. Dat zijn alle pickaxe. De rest van de pickaxe hou ik zelf. Zijn we vervelend vandaag? Ja. Ik heb een stuk of 5. Oké, daar een stone slab. Ik heb er 0. Hier 2 stone slabs. Hou op met dat brandsteken. Oh baby, you look so sexy today. Wat? Ik heb het niet tegen jou. Ah, Dave! Dave heeft zichzelf in brand gestoken. Hou op, Dave. Hou op met die trollen. Ik wil je gewoon even een torentje opzetten. Shit. Ik ga mee. Kom aan, Dimitri. We gaan in de wijde wereld in. Ah, the fuck! De moest gewoon even. We kunnen eten wat we willen. Zombievlieg eten. Van... Lars. Oh, geen meekoeking. Torentjes nodig. Oh, laat me niet raden wat jullie neer hebben geslagen. We kunnen een bootje varen op lava. Er liep hier een kleine meekoeking. Oh, dat zou chic zijn, hè? Dat je een ijzeren boot kan maken en dan door lava, niet?
Nou, ik denk dat die als een baksteen naar beneden zit. Oké, jongens, we maken een schip op lava. Let's do this. Dat zou wel freaking awesome zijn. Oh shit, was een lava boot van cobblestone. Moeten we doen als een kleine opdracht? Een boot in de Nether maken. Met cobblestone. Ja. Niet? Dan wordt het toch boot. Yo, we gaan een houten boot maken en proberen te laten drijven. Wie heeft er hout? Die flikkert meteen aan brand. Die flikkert meteen in brand. Trouwens, dankzij jou, Dave, heb ik nog maar 1,5 hartje. So screw you. Moet je eten? Dat heb ik net gedaan. Goed zo, brave jongen. Screw you.